Welkom allemaal weer bij een nieuwe vlog van Stille Zoo. Hoe bouw je een sauna? Dat is het onderwerp. Stel je wil lekker in huis een eigen sauna hebben. In mijn geval heerlijk, want door mijn beroep kan ik weinig weg. Want ik ben gek op sauna. Dan bouw je hem zelf. Nou ja, zelf. Daar hebben we de betrouwbare vakman bij nodig. Ik heb iemand gevonden die bouwt hem helemaal op. Dus geen standaard pakketje. En we nemen jullie even mee van dag 1. Het hout is net bezorgd. En we nemen jullie even naar boven, even laten zien hoe het begin eruit ziet. De kinderkamers zijn allemaal leeg, dus nu is het tijd voor mijn eigen lekkere plekje. Er staan nog veel meer kamers leeg. Alle kinderen zijn de deur uit. Op een van de kamers ligt al het hout al klaar. Oh, ik heb er echt zin in. Dus we gaan eens even op zoek naar de andere kamer. Ik hoor hem al, naar Jasper. Kijken wat er aan het doen is. Gevonden! Schiet het dan lekker op? Ja. Hey! Ja. Oh, moest dat? Ja, hier komt natuurlijk mooi een houten wand. Oh ja, oh ja, oh ja. Met haken voor mijn badjassen. En, ja. Jij ziet het al helemaal voor je, hè? Ik zie het al voor En me. Ik heb zoveel vertrouwen in jou. Ik denk, laat Jasper maar gaan, dat komt maar goed. Ja. We hebben ook al op de muur geschilderd. Hè? Hier komt de sauna zo meteen. En, ja, ik heb gisteren de voorbereiding getroffen. Elektra aangelegd voor de sauna. Ja. Muurtje gesauwd. Als de sauna ooit, ja je sauna die gaat dan afbreken. Maar ja, als die ooit wordt afgebroken, zet onze naam eronder en april 2017. We houden jullie op de hoogte, voor vandaag was dit het even en we komen nog over een paar dagen. Dus ja, even filmen. Ja, zeker. Nou, dankjewel en go. Ja. Is die nog niet klaar? Ben je niet of zo? Het is dag 2 pas, Sil. Dan ga ik weer, ik wou niet anders dan, sorry hè. Kijk eens, er staat al van alles. En de vloer ligt. Goed bezig Jasper. Maar ik zit te vragen, pas ik daar wel helemaal liggend in? Want dat vind ik wel belangrijk hè. Zeker weten. Zeker weten, ja. Nou, kijk al. Wordt wat. De vijfde ronde. Kijk eens jongens wat er allemaal al staat. Zo mooi. En ik weet niet of jullie de vlog nog weten. De wilgenknotdag. Toen liet ik dit prachtige houtwerk al zien. Wat ik ermee moest wist ik nog niet. Nu opeens wel. Waarschijnlijk komt hij hier te hangen. En er is gelijk een mooie plek om de badjas aan op te hangen. Tadaa. Zo komt alles weer van pas. Nou, Jasper is lekker bezig. Nu Jasper, ga goed? Ja, zeker. Ja, hij ziet er prachtig uit van binnen. Ja, het houtwerk aan de binnenkant moet nog en is nu bij de kachel en zo bezig. Maar weet je wat, laten we lekker doorwerken. Zo, op naar de volgende ronde. We zijn er weer een paar dagen verder. Ja, aan de buitenkant zie je nog niet zoveel, maar aan de binnenkant is er heel veel gebeurd. De elektra was een heel verhaal en dan zit je toch maar op een boerderij ergens. Ik zal zo laten zien dat het kastje hangt. Misschien kan mijn camera een beetje met me meedraaien. Heus wel. André kijk boos. Maar kijk, ik ben in totaal niet onder indruk, zie je? Dit is het kastje, komt hij erop? Nou ja, goed. Ja, ik moet toch wat laten zien en de deur open doen is dan een idee. Kijk, en er is al hout. Ik mag geen kijk zeggen ook, hè? Wat toch maar eens even mee. Kijk, hout. Nou, dan weet ik verder niks meer te zeggen. Dan gaan we wachten tot ook de verlichting aan de binnenkant zit en de bank en zo. Maar goed, het schiet in ieder geval op. Dank u wel. Oeh, dat schiet er lekker op. Kijk, de sauna staat er helemaal. En hij doet het ook echt al. Gisteravond hebben we hem al aangehaald en dan hangt een zandloper. De vloer is binnen. Ik heb een klikkurkvloer besteld voor hier. Daar kan Jasper al heel snel mee aan de gang. En nu maakt hij de bankjes in de sauna. Gaat het goed Jasper? Ja, zeker. Nou, wat een vakman joh. Echt, wat hij creëert. Gouwe handjes heeft hij. Ik ga hem weer rust laten. Dus eerder is het klaar. Ik hou jullie op de hoogte. Van de sauna. Hij is klaar. En als jullie denken, goh, wat ziet ze er toch relaxed uit? Nou, dat kan kloppen. Want hij is klaar. De vloer en de kasten moeten nog. Maar ik heb hem gisteravond al geprobeerd. Ja, voordat
de klusman weg is, wil ik wel weten dat hij doet. Nou, dat was heerlijk. Kijk, echt heel mooi is die geworden. Bankjes zitten erin. En kijk eens wat leuk wat ik erbij kreeg. Een emmetje en lekkere luchtjes. Nou, die bewaar ik allemaal voor de officiële opening. Als echt helemaal de vloer erin ligt, de stoeltjes, de kasten. Daar heb ik echt zin in, maar dit was al heerlijk zo. En dan vlak naast mijn slaapkamer. De eerste volgende keer dat ik bij jullie terugkom, dan ligt het er echt in. Dan is het klaar en dan zin in. Nou, dan is het eindelijk zover om er echt van te gaan genieten. Ik ga zo meteen de kachel aanzetten, de sauna. En ik ga iedereen de deur uitsturen. Jasper, je hebt er een super sauna neergezet. Echt geweldig, dankjewel. Willen jullie nou ook zo'n mooie sauna in huis? Je weet waar je zijn moet, hè? De betrouwbare vakman. Dus. Het is nu echt tijd dat ik ook jullie uitzwaai. Ik duik de sauna in. Leuk dat jullie gekeken hebben. En tot de volgende keer bij een volgende vlog bij Sil & Zoe. Gaan we. Dag.